mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik echt iets superleuks doen. Vandaag ga ik namelijk één helft van mijn gezicht met hele warme make-up opmaken. En de andere helft met hele koele make-up. En dat ga ik doen omdat ik eigenlijk wil kijken wat het met mijn gezicht doet om koele make-up te gebruiken. Als in koele tinten. En zodat ik het ook even kan vergelijken als het ware met elkaar. Omdat ik dus van mezelf altijd uitga dat warme kleuren mij beter staan. Wil ik het nu gewoon echt een keer goed getest hebben. Ik heb nou alvast even een heel klein beetje make-up op gedaan. Omdat ik niet echt warme en koele tinten foundation heb. En ook niet warme en koele tinten wenkbrauwproducten. Dus ik heb alvast gewoon even een hele dunne kleine basis opgedaan. En dan ga ik zo meteen oogschaduw opdoen. Bronzer, blush, highlighter en lipstick. En dan ga ik... En oogschaduw, heb ik dat gezegd? Geen idee. En dan wil ik gewoon even kijken wat het allemaal met mij doet. Wat het doet met mijn gezicht. En ik wil echt dat het een hilarische look wordt. Dat je er echt gewoon een beetje hoofdpijn van krijgt. Van... Oh, hoe kan dit? Jouw hoofd klopt niet. Dat wil ik eigenlijk bereiken met deze video. Maar ik weet niet of het mij gaat lukken. En laten we in ieder geval gewoon meteen beginnen. Ik zal beginnen met oogschaduw, want daar heb ik eigenlijk het meeste zin in. Schuiven zo. Voor mijn oogschaduw begin ik eerst zoals altijd gewoon met basis oogschaduw. Als het ware. Ik vergeet altijd hoe dat heet. Je snapt wel wat ik bedoel. En ik heb twee paletjes van Gigi Hadid van Maybelline. Dat zijn echt van die hele, hele kleine schattige paletjes. En ik heb dus deze al een keer gebruikt. En deze had ik toen niet eens aangeraakt. En ik ben dus achtergekomen dat... Ja, ze noemen het niet echt oogschaduwpaletjes, maar oogcontourpaletjes. Maar ik gebruik dus deze kleuren voor mijn overgangskleuren, als het ware. En ik ben erachter gekomen dat dit voor warme tinten, warme tonen is bedoeld. En dit voor koele tonen. Oké, ik begin gewoon met het zoeken van een schone kwast. Dat is bij mij echt heel moeilijk. Mocht jij trouwens een kwastenvideo willen, waarin ik mijn kwasten schoonmaak, mijn test laat zien... Enzovoort. Laat het dan even bij de reacties weten. Want ik ben al 2,5 jaar van plan om zo'n video te maken. Maar doe ik iedere keer niet. En laat me weten of je dat überhaupt leuk lijkt. Even kijken. Ik moet even besluiten welke kant warm en welke kant koud wordt. Rechts is warm. En links is koud. Oké. En ik ga geen bijzonder goed uitgewerkt look maken. Maar gewoon een semi-look, zeg maar. Ik breng altijd iets van een lichtere kleur aan. Trouwens, ik kijk in de spiegel, vandaar dat ik zo scheel kijk. Ik breng altijd iets van een lichtere kleur aan in mijn arcadeboog. Zodat het blenden van kleuren straks beter gaat. En ik gebruik nu echt letterlijk alle kleuren uit dit kleine paletje. En ook een beetje van het donkere. Zo, hupsakee. En dan ga ik precies hetzelfde doen met het andere paletje bij mijn andere oog. Ik ben benieuwd of dat eigenlijk al direct te zien is, wat het verschil is. Ik vind het ook lastig om te bepalen of je nou meer koele tonen kan hebben of warme tonen. Want hoe bepaal je dat nou? Ik vind het heel erg moeilijk. Ik lees verschillende dingen van... Je moet naar je aderen kijken, bijvoorbeeld hier. Dus als je aderen blauwer zijn, dan ben je heel erg koel. En als ze geler... groener zijn, dan ben je warm. En als je een beetje van beide hebt, dan kan je beide hebben. En ik heb eigenlijk wel een beetje van beide. Alleen ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik in make-up dan wat warmer ben. Maar ik kan, tenminste ik vind dat ik best wel ook zilveren... dat komt er echt lekker uit, jongens. Ik vind dat ik best wel ook zilveren accessoires kan hebben. Dus ja, waar... Wat is de grens? Tot hoe ver gaan wij? Oké, ik heb dus één oog met koele make-up opgemaakt. Of tenminste, mijn crease. En de andere met warme make-up. En wat vind ik nou mooier om te zien? Ja, geen idee. Ja, dit zou nog op zich nog wel kunnen. Dit is nog helemaal niet zo raar. En dit is gewoon eigenlijk wat ik heel erg vaak heb. Dus dit vind ik al helemaal niet raar eruit zien. Dit samen bij elkaar wel een beetje. Oké, dan ga ik door naar de rest van mijn ooglook. En daar heb ik echt heel erg veel zin in. Want ik ga het echt gewoon laten schreeuwen. Tenminste, dat is wel mijn bedoeling.
En voor mijn warme hoofd ga ik oranje en rood gebruiken. Want het kan volgens mij niet warmer dan dat. Oranje, rood, bordeaux, bruinig. Allemaal hele, hele warme tinten. En ik ga alles door elkaar aanbrengen. Ik wil het echt gewoon heel erg overdreven. Nou moet ik zeggen, hè, oranje is ook best wel moeilijk. Maar de laatste tijd heb ik het wel af en toe, ik wou zeggen vaak, maar dat is helemaal niet vaak, af en toe gedragen. En ik vond dat ik het best wel goed kon hebben. Oké, iets van uitblenden of zo. Ik heb ook wel eens gezien dat mensen verschillende stofjes om ze heen kregen. En dan ging ik kijken of je gezicht daarmee vloekt of niet, om achter te komen welke kleuren en welke tonen je wel en niet staan. Maar ja, lastig. Het is en blijft lastig, denk ik. Ik heb hier een fallout, daar zeg je u tegen. Zo, en dan ga ik voor mijn coole look. Voor mijn coole look heb ik één grijze kleur in mijn make-up stash gevonden. En die zit hier. Die ga ik gebruiken. En ik heb ook nog een blauwe oogschaduw gevonden. Die ga ik ook nog gebruiken. Ja, we gaan eerst gewoon lekker in grijs. Dus het wordt een grijs-blauwe look. En ik denk dat het niet echt cooler kan dan dat. Maar ik moet altijd aan blauw denken als ik aan coole kleuren denk. En met groen vind ik het al helemaal heel lastig. Ja, is het nou een koude kleur of een koele kleur of een warme kleur? Je zou zeggen dat het een koele kleur is, maar toch heeft het iets warmigs. Wow, dit gaat er echt heel lekker op. Not. Deze oog is niet meer te redden. Het lukte me niet om die blauwe een beetje mooi te krijgen, maar het gaat nu echt even om het idee. Oké, we gaan even kijken naar oranje rood. Ik heb het idee dat het best wel oké staat bij mijn ogen. Mijn ogen worden er ook iets lichter van. Heb ik het idee? Als ik zeg maar zo naar mezelf kijk, dan denk ik, jeetje, je lijkt wel, ik lijk wel een stuk bleker met blauw alleen maar op mijn ogen. Ja, geen idee. Ik moet mijn look nog even afmaken, want dit ziet er natuurlijk niet echt uit. Ik heb even snel mascara erop gedaan en ik vind het zo moeilijk om te zeggen of ik het nou me echt helemaal niet vind staan of dat het wel meevalt. Of ja, ik heb een duidelijke voorkeur voor dit oog, maar ik kan niet zo goed plaatsen waarom. En als ik zo naar mezelf kijk, lijkt het ook een beetje alsof deze oog wat meer hangt. Nou weet ik dat mijn rechteroog in principe wat meer hangt. Maar misschien verbeeld ik het me wel nu echt. Oké, we gaan door naar bronzer. Ik heb voor mijn warme kant deze bronzer. Er zit een gouden glitter in. Het is best wel warm. Bijna tegen het oranje aan. En er mag nu wel echt lekker veel op. Omdat ik dus echt een heel duidelijk verschil wil zien. Mijn look hoeft niet per se heel mooi te worden, want ik ga hier toch niet mee naar buiten. Dus ik wil hem nu gewoon vooral dat ja, die kleur er doorheen komt als het ware. En dan gaan we voor mijn coole kant voor de bronzer die hierin zit. Ik denk dat dit mijn coolste bronzer is die ik heb. De Renaissance Palette. Zo, een beetje bronzy. Dan is het tijd voor blush. En als warme blush heb ik voor een peachy kleur gekozen. Dit is een blush van Miss Lynn. En voor mijn koele kant heb ik deze blush hier. Maar ik wil eigenlijk alleen maar deze roze kleur gebruiken. Volgens mij, ja, is dat, ik denk dat het mijn coolste blush is die ik kon vinden. Oké. Te veel. Te veel, want het is echt in mijn ooghoek gevlogen daar, zie je. Nee, je ziet het nou in ieder geval wel. Dan gaan we voor highlighter. De warmste highlighter. Oh, mijn spiegel hier. De warmste highlighter die ik heb is de Champagne Pop van Becca. Deze baby is helaas kapot. Maar dat maakt niet uit. We gaan vandaag een beetje over de top. Maar dat geeft niks. En voor mijn coole highlighter ga ik weer terug naar dit paletje hier. Hij is, de highlighter die hierin zit gebruik ik eigenlijk heel erg vaak. Maar hij is heel erg icy en wit en... ja, volgens mij is dat best wel een goede, coole highlighter. En dan ga ik ook maar meteen door naar de lipsticks. En dan kan ik het
helemaal in zijn geheel zien. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Voor een coole lipstick heb ik eigenlijk ook een blauwe kleur. Het wordt dus best wel een blauwe look. Maakt niet uit. En voor de warme kant heb ik een fel rode lipstick dat een beetje neigt naar oranje toe. Het is me niet echt gelukt om mooi het midden te vinden van mijn lippen. Maakt niet uit. Maar dit is dus mijn look. En jongens, we gaan het nu helemaal onderzoeken. Oké, we gaan ervoor. Ik ga eerst naar de blauwe kant kijken. Dit is hem. Je moet nou even het feit dat ik ook gewoon donkere make-up op heb. Dat moet je gewoon even negeren. Ik vind toch blauw op mijn ogen. Ja, niet zo. Het is niet iets wat ik snel weer zou doen. Omdat mijn ogen naar mijn idee op een hele aparte manier wat ouder lijken of zo. Kan dat kloppen of ligt dat gewoon aan blauw? Dit gedeelte van mijn gezicht vind ik daarentegen helemaal niet zo verkeerd. Ik hou wel van niet te warme producten op mijn gezicht. Omdat het al snel oranje lijkt en dat wil niemand. Dus ik vind dit gedeelte hier eigenlijk best wel cool. En nou ja, de blauwe lipstick, dat is ja, voor de algemeenheid. Ja, blauwe lipstick zou ik sowieso niet snel dragen. Trouwens, ik veeg alle van deze weg van mijn neus. En dan gaan we naar deze kant. En ik vind deze kleuren op mijn ogen mijn oogkleur ja, wat levendiger maken. Ja, ik denk dat het mij over het algemeen wat levendiger maakt. Ik weet niet met welke kleur mijn ogen nou meer eruit springen als het ware. Omdat je soms hoor je van, ja, je moet blauwe lipstick of blauwe oogschaduw dragen als je blauwe ogen hebt. Omdat je ogen dan heel erg poppen. En ik zit zo even te kijken met wat voor kleur popt mijn oog nou meer. Ik denk toch wel met oranje. Dan mijn gezichtssituation. Toen ik het aan het aanbrengen was, toen dacht ik van, oei, dit is wel echt precies zeg maar wat ik niet wil hebben. Het is heel erg warm en het kan verkeerd uitpakken. Maar nou zeg maar alles erop zit, dan vind ik het eigenlijk wel oké staan. Maar als ik dan zou zeggen van, yo, welke kant vind ik dan mooier? Dan ga ik toch liever voor deze kant. Roze blush en een wat koelere bronzer. En qua lipstick, ja, ik ben dol op rode lipstick. Even kijken of het ja, verschil tussen mijn tanden of zo ontstaat. Ja, met blauw lijken je tanden gewoon wat raarder van kleur, heb ik het idee. Ik denk persoonlijk dat koele kleuren mij toch niet zo fout staan als ik altijd heb gedacht. Ja, alleen grijs op mijn oog vond ik wel wat. Maar met blauw erbij denk ik van, en ik denk dat ik wat meer roze blush kan dragen. Ik draag in principe wel roze, maar ik durf niet roze te gaan. Ik wil het altijd mengen met iets anders. En ik dacht dat peachy mij wat beter stond. Maar ik denk toch als ik het zo tegen elkaar vergelijk dat ik deze kant gewoon veel mooier vind. En qua highlighter denk ik ook dat een wat ja, wittere highlighter maar net iets beter staat. Ook omdat ik gewoon best wel bleek ben. Ik denk dat ik hierdoor wel wat meer ga durven te experimenteren. Ik was al ontzettend aan het experimenteren met oranje en rood. Maar nu kan ik misschien een keer een blauwe ooglook maken. Dat lijkt me wel heel erg spannend. Maar ook wel weer leuk. Leuk om je grenzen een beetje te verbreden. Of verleggen. Je grenzen verleggen. Ja, dat is het. Anyways, laat me even bij de reacties weten wat jij beter bij mij vindt staan. Vind ik echt heel erg leuk om van andere mensen te horen. Omdat ik ja, ik zie mezelf zo ontzettend vaak in de spiegel. En nu ook. En ja, het is gewoon handiger om het van iemand anders te horen. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!